vanochtend aan tafel in het Wernickenpand. Kort voor kerstmis. Even een rustig moment, want de kerstboodschappen zijn al binnen. Kelly? Ja, ja. Denk het wel. Ze kijkt nu even naar de ouders. Een paar rustige dagen thuis in Schiedam. Ja, want je bent natuurlijk een Schiedamse, maar ook een beetje een globetrotter ondertussen. Momenteel speel je en woon je in Denemarken. Ja. Hoe bevalt dat eigenlijk? Goed. Ja, het is een hele leuke club en we staan bovenaan. Hoe heet de club? Kopenhagen. Handbal. Ja. Ja. En ja, we doen het goed, dus ik heb het naar mijn zin. Waarom heb je ooit voor Kopenhagen en Denemarken gekozen? Hiervoor speelde ik in Duitsland en daar was het allemaal wat fysieker en niet meer zo professioneel als ik eigenlijk wou. En in Denemarken is het gewoon heel professioneel en gewoon leuk handbal wat te spelen, snel en het ligt me wel. Ja, en je kan er eigenlijk beter spelen, betere wedstrijden spelen dan in Nederland. Dat... Ja, als in Nederland sowieso. In Nederland is eigenlijk het niveau best wel slecht. En Duitsland en Denemarken in het buitenland is het gewoon beter. En hoe kan dat als we als Nederlands team toch zo goed, zeg ik maar, hè? Jullie als Nederlands team zo goed presteren, dat de competitie zo betrekkelijk slecht is? Ik denk dat alle speelsters naar het buitenland gaan al heel vroeg. Uit ons Nederlands team van nu speelt denk ik iedereen in het buitenland. Ja. Dus. En dat doe je ook al op jonge leeftijd relatief. Jij was 17, zeg je net. Ja, 17 ging ik naar de handbalacademie, dat is dan in Arnhem. Dan kwam ik elk weekend nog thuis en vanaf mijn 20e ben ik naar Duitsland gegaan. En vanaf Duitsland naar Denemarken. En dat moet je doen. Dus Nederland heeft een relatief smalle, kleine groep goede speelsters. Ja. Waarin Denemarken wellicht die categorie veel groter is. Ik weet niet of die per se in Denemarken veel groter is. Maar die kunnen wel gewoon in hun eigen land spelen. Die competitie is gewoon beter. Ja. Wat zijn de andere goede landen waar jij wellicht ook nog gaat komen? Frankrijk misschien? Ik weet niet of Frankrijk mij zo ligt. Maar Frankrijk is, Frankrijk is wel een goed handballand. Duitsland is een goed land. In het Oostblok komt het nu steeds meer op. Dus. En Noorwegen natuurlijk. Ja, Noorwegen. Want dat is toch jullie angstgegner? Ja. Ik weet niet wat goed Noors daarvoor is. Angstgegner. Ja. Ja, het ging weer mis op de WK. Weer tegen Noorwegen. Weer Hoe komt dat toch? Ik denk dat het spelletje ons gewoon niet zo goed ligt. Ze zijn gewoon heel erg goed en zij spelen een beetje hetzelfde spelletje als ons. Maar nog net iets beter. En ik denk dat het daarom vaak misgaat. Oké. Okay. Dus je moet ze veel terug gaan zien. Hoe zeggen ze dat? Ze mooi beter goed gejat dan slecht bedacht. Dat spel moeten jullie leren spelen. Ja, en hoe typeert zich dat? Kan je dat een beetje... Gewoon heel snel, allemaal richting doel. Ja, gewoon vooral echt supersnel. En jullie zijn meer van de opbouw? Nee, wij spelen over het algemeen ook wel snel. Maar ik denk dat zij nog net iets beter daarin zijn. Ja. En dan toch winnen ze dan weer niet van Frankrijk nee, in de finale? Nee, Frankrijk is juist weer heel erg defensief. En die willen heel erg langzaam spelen. En dat hebben zij gewoon goed gedaan in die finale. En die hebben gewoon een tempo eruit gehaald. Waar Noorwegen niet goed mee om kon gaan. En daardoor hebben ze gewonnen. Ja, dus je hebt gezien hoe Noorwegen te bestrijden ook. Wat dat betreft. Ja. Zouden jullie dat spelletje ook kunnen spelen als Nederlands team? Ik weet niet. Ik denk dat het lastig is voor ons. Wij moeten toch meer van de snelle doelpunten hebben. En de makkelijke doelpunten. En 6-6 zijn wij ook niet zo supersterk als Frankrijk dat is. Dus okay. Ik denk dat onze eigen tactiek... een beetje moeten verzinnen. Ja, maar dat is de tactiek van het team. Ja. Snel. Jij bent natuurlijk een verdedigster. Jouw spel is een heel ander spel. Jij zou het ook kunnen redden als jij zorgt voor een blok waar niemand erheen komt. Geen Noorse. Nou ja, en dan was natuurlijk aanvallen en verdedigen, doe je dat allebei. Het heeft ook wel met elkaar te maken. Inderdaad, als de dekking goed staat, kan je snel naar voren. Maar het is gewoon heel lastig te verdedigen, de Noren. Het is gewoon... Ja, we moeten nog beter trainen om ooit een keer van ze te winnen. Ja. Hebben jullie idee dat je weet hoe het moet? Je hebt het net een klein beetje uitgelegd, maar gaat het een volgende keer gebeuren? Of moeten we... Nou ja, het ligt natuurlijk ook een beetje hoe je in het toernooi zit. Dit was niet ons beste toernooi. Ik denk dat als je naar vorig jaar kijkt, speelde veel beter handbal. Op de Olympische Spelen? Nee, op het EK. Op het EK. Ja, en daar hebben we natuurlijk maar met één verschil van Noorwegen verloren. Ik denk dat dat het moment is dat we hadden kunnen winnen. En dit jaar zaten zij gewoon beter in het toernooi dan wij en hebben zij verdiend gewonnen. Ja. Hoe kijk je nou allemaal terug op dit laatste WK in Duitsland? Hè? 2-3 weken geleden ondertussen. Ja, we hebben niet ons beste toernooi inderdaad gespeeld. We hebben moesten veel vechten. We hebben veel spannende wedstrijden gespeeld. Ik denk dat we heel blij mogen zijn met brons. Dat we dat toch nog hebben gehaald. Waren jullie blij ook? Ja, we waren super blij. Ik denk dat dit het hoogst haalbare was, dit toernooi wat we hadden kunnen halen. En daar zijn we hartstikke blij mee. En jouw eigen spel, hoe kijk je daarop terug? Ja,
ik denk wel goed. Ik heb goed, wat ik, mijn taak bij het Nederlands team is gewoon verdedigen en ik heb dat denk ik wel goed gedaan. Ja. Je bent ook voorgedragen, hè? Er zijn, zoals in alle sporten, verkiezingen van beste speelsters, ook per toernooi. En jij zou dan mogelijk beste verdedigster zijn. Ik heb even de statistieken gezien. Nou, die spreken eigenlijk wel voor zich. Volgens mij moet je het dan op je sloffen winnen. Maar het is ook een publieksverkiezing. En er moeten nog wat stemmen binnengehaald worden, geloof ik. Ik weet niet hoe het precies werkt, maar volgens mij komt er ook nog een vakjury bij. En, stemmen. Je kan nog wel ik heb geen idee, ik zie het wel. Moet je nog even een tip geven aan de kijker? Stemmen op welk www? Nee, dat weet ik echt niet. We gaan hem opzoeken en we zetten hem eronder, dan. Ja. Is dat belangrijk trouwens, zo'n titel? Of zeg je nou ja, het is natuurlijk leuker om als team prijzen te winnen. Maar het is natuurlijk wel een eer als je voor zoiets genomineerd wordt. Wat is voor jou de kick van de sport, van het spelen, van het handbalster zijn? Want je bent beroeps, hè, ondertussen. Ja, ik denk gewoon steeds weer nieuwe doelen stellen. En als je dat dan kan bereiken, dat is gewoon hartstikke leuk. En als je er iedere keer nog een beetje voor je gevoel net niet, hè? Want jullie hadden wel hoop volgens mij om ook dit toernooi te kunnen gaan winnen. Ja. Ja, van tevoren heb je natuurlijk sowieso hoop als je al 2 medailles hebt gewonnen de jaren daarvoor. Maar vanaf het begin merk je eigenlijk, je hoopt dat je een beetje in het toernooi groeit. Maar je merkt al na 3 wedstrijden dat het eigenlijk niet echt in zit. Okay. En dat we dan toch nog brons weer hebben gewonnen. Terwijl eigenlijk de concurrentie bij handbal, de toplanden zijn echt super breed. Ik denk dat er wel 12 landen zijn die hadden kunnen winnen. Dan is het eigenlijk hartstikke goed dat we nog brons gepakt hebben. Ja. Ja. En dan is er niet een moment mogelijk dat je zegt, ineens gaat het lopen zoals, nou ja, bijvoorbeeld bij de voetbal zie je, de ene wedstrijd is niks en de volgende wedstrijd... Ja, tuurlijk, dat kan altijd gebeuren, maar je merkt gewoon dat we echt moesten vechten voor elke wedstrijd. En zelfs tegen Tsjechië, wat op papier eigenlijk niet zo'n goede tegenstander is, komen ze toch nog terug in de wedstrijd en dan wordt het toch nog spannend. En natuurlijk, het is een knock-out fase bij het WK, dus als je een goede wedstrijd speelt, dan kan je ver komen, maar als je een hele slechte wedstrijd speelt, dan kan je ook zomaar in de 8e finale eruit liggen. Dus het kon alle kanten op gaan en we zijn hartstikke blij met brons. Wat ben jij dan voor type in zo'n wedstrijd? Sta je dan te vloeken bij wijze van spreken? Of wil je het nog beter gaan doen dan je over een plan was? Als het niet gaat lopen, qua type, hoe steek jij in elkaar? Wat ga je dan doen? Nou, ik was de finale, de kleine finale om brons, stonden we best wel ver voor tegen Zweden in de rust. En dan komen ze toch nog helemaal terug. Toen was ik wel even gefrustreerd, maar dan... En hoe uitzicht dat? Wat doe je dan? Ik schopte volgens mij tegen een fles aan of zo. Maar het was op zich, we kunnen ons als team dan toch weer herpakken en wel weer die wedstrijd winnen. En als team, heb jij daar je rol in? Ben jij dan degene die zegt, jongens, wakker worden? Of, nou, niet echt, denk ik, in het Nederlands team. Ik ben nog even de jongste. Ik ben de jongste daar, De allerjongste. Dus, ja. De allerjongste, dus. Nee, dat doe ik niet. Maar op sommige momenten raak je wel gefrustreerd als het niet gaat zoals je wil. Ja. Waar kijk je naar uit? De komende periode bij je club, bij het Nederlands team? We spelen de Final Four. Tussen kerst en oud en nieuw. Ja, voor de beker van Denemarken. Dus het is mooi als we die prijs kunnen pakken. En daarna gewoon weer competitie, Europa Cup met mijn club. En dan in december volgend jaar weer een toernooi. Met Nederlands team? Met een Nederlands team. Het EK dan? Het EK, ja. Het EK. In Frankrijk. In Frankrijk, oké. Dus, en dan werk je naartoe vanaf? Vanaf maart komen we weer bij elkaar. En in juni komen we bij elkaar. En in oktober dus jullie pakken 6 periodes. 3 periodes dat we bij elkaar komen. En dan in december een toernooi. Ja. Maar voor die tijd ook nog een hoogtepunt natuurlijk in jouw carrière. Je bent genomineerd om sporter van Schiedam. Hoe zeg ik het? De beste sporter van Schiedam te worden, samen met Jasmine. Ja. Ben je erbij trouwens als je hem zou winnen? Nee. Tweede kerstdag ga ik terug naar Denemarken en dan hebben we Europa Cup competitie. 2 wedstrijden in de week, dus dan ben ik tot midden februari niet meer in Nederland. Maar zou het je wat doen als je verkozen wordt? Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk om zo'n prijs te winnen. Ja, want Schiedam zit nog wel een beetje in je systeem. Dus, ja, mijn ouders wonen hier, mijn familie woont hier. Dus. Ja. En je komt er. Kom je graag terug? Ook? Ja, ik kom graag terug. Ja. Beker, competitie gaat door. Jij bent beroepstaar. Je gaat nog een aantal jaar sowieso in Denemarken spelen. Of wat zijn je plannen? Ik heb nu nog een contract voor komend jaar. En voor het jaar daarna, dus voorlopig in Denemarken en daarna
Want je hebt daar je stijl ook gevonden. Ook privé is het leuk om in Kopenhagen te shoppen. Ja, ik woon in Kopenhagen, superleuke stad. Dus wel een beetje duur, maar ja, superleuk. Je hebt het ernaar, je gaat het er goed uit. Ja. En op de langere termijn, als je nou echt zegt, nou als ik echt als topsporter mijn doel stel, dit is een heilige moeten, daar wil ik naartoe. Waar moeten we dan aan denken? Wil je heel goed voor je club zijn? Wil je inderdaad met het Nederlands team nog iets doen? Wil je de verdedigste van de wereld worden? Nee, ik wil sowieso met het Nederlands team wel een Olympische medaille halen. Ja. Ja. En dat gaat gebeuren in 2020? In Tokio in 2020, hoop ik. Ja. Ja. Dat zijn er 3 jaar verder. Ja. Nou, heel veel succes op weg ernaartoe. Dank je. En een hele mooie kerstdagen sowieso. Gaan jullie nog iets leuks ondernemen, iets aparts? Eten. Eten, joh. Eten. Ja, vol eten. Ja. Een topsporter is net een normaal mens. Even dus, vrij, dus lekker eten. Nou, geniet ervan, rust lekker uit. En heel veel succes. Dank je wel.